De president van de Inter-American Development Bank, Luis Alberto Moreno, heeft gisteren een bezoek gebracht aan minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Tijdens dit bezoek zijn onder meer de uitdagingen van de macro-economische situatie van Suriname besproken. Ook is een tweetal documenten ondertekend. Het eerste document is een soort verzekering die gebruikt zal worden in geval van een noodsituatie als gevolg van een natuurramp. Door deze lening is Suriname verzekerd van snelle financiële hulp tot maximaal $30 miljoen bij natuurrampen. Het tweede document betreft een schenking van de Europese Unie van $2,7 miljoen, voornamelijk voor de afbouw van het landbouwlaboratorium. Naast het gesprek met minister Hoefdraad bracht Luis Moreno ook een bezoek aan het energieproject dat via de EBS wordt uitgevoerd en aan de nieuwe Fernandes-bakkerij.